Kijkers, welkom bij een nieuw In Gesprek met. Vandaag ben ik in de studio en ik heb twee interessante gasten, namelijk de heren Just Groenewoud en uh, Arthur Wessels. Ze zijn beide persvertegenwoordigers of de perswoordvoerders van het regionaal congres uh, van Jehovas Getuigen. met als thema Liefde faalt nooit. Maar straks zullen we daarover praten, want altijd is het goed om even kennis te maken met deze heren. Meneer Just Groenewoud, u bent Jehova's getuige. Is dat al heel lang of pas? Nou, dat is om mijn bij 55 jaar. Dus je zou kunnen zeggen, ik ben opgegroeid als een Jehova's getuige. U zegt, om en bij 55, u lijkt op 57 of bent u veel ouder? <laughs> u steekt uw vinger in mijn keel om mijn leeftijd te noemen. <laughs> ja. Maar ik zal het niet. Nou... niet trots? Ik ben er trots oh, op. Okay, okay. <laughs> ik ben ampertjes 62 jaar oud. Ja. 62. Ja, ziet u? En hij lijkt, dus waarschijnlijk heeft het een secret. Als je Jehovah's getuige blijft, blijf je jong. No? Want u ziet er niet als een zestiger uit. Dank je wel, dat is een compliment. Geldt hetzelfde? Ja. Geldt hetzelfde voor meneer Wessels? Bent u al uh, uw hele leven Jovas getuige? Nee, ik uh, ben op mijn 40ste uh, Jovas getuige geworden. En dat is zo'n 32 jaar geleden. Oké, okay, dat tellen we snel. Wauw, 40 plus 30 is 70. U bent 70 plus. Ik ben nu 72, jaar. Nou, ik moet bij de heer een compliment maken. Hè? Ze zien er echt goed uit. Maar u zegt, op uw 40ste bent u Jehova's getuige geworden. Wat was u daarvoor? Een rebel. <laughs> dat maakt ons nieuwsgierig. Ja, ik was een rebel, want ik zou de wereld gaan verbeteren. Okay. Een wereld vol onrecht, mm. een wereld zonder liefde. Ja. En ik dacht dat je dat met alle mogelijke manieren zou je dat moeten doen, mm. zelfs met geweld. Zo. Maar toen kwam ik uh, een meisje tegen, is later mevrouw geworden. En die stelde me een interessante vraag. En die, dat heeft me aan het denken gezet. Ze vroeg me: Geloof je dat Jezus heeft geleefd? En toen zei ik: Geloofen. De geschiedenis heeft bewezen dat hij heeft geleefd. Dus, maar ik heb niks met hem. Dus zei ze. Geloof je in Adam en Eva? Mm. Toen zei ik, nee, 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 nee. nee, Adam en Eva is een verhaal voor onontwikkelde mensen. Het zijn mensen die moeten het begrip van God bijgebracht worden. Dus toen zei ze, een heel opmerkelijke conclusie trok ze. En dat heeft me aan het denken gezet. Ze zegt, als je gelooft dat Jezus heeft geleefd, dan moet je ook geloven dat Adam en Eva hebben geleefd, want Jezus is gekomen omdat Adem en Eva in de fout zijn gegaan. En dat heeft me aan het denken gestemd. En toen begon ik belangstelling te krijgen voor Jezus en voor de Bijbel. En van het een is het ander gekomen. Een lange weg bewandeld, maar uiteindelijk heb ik me gewonnen gegeven en gezegd, de Bijbel vertelt de waarheid. En de Bijbel vertelt ook dat die rechtvaardigheid die ik zocht in de wereld, dat die zeker gaat komen. Door middel van het koninkrijk van God. Dus op die manier ben ik Jehovas getuige geworden. Dat is een mooi verhaal. Heeft u ook zo een? Oh nee, u zegt heel lang. Hoe, hoe, uw ouders waren Jehovas getuigen? Nee, nee mijn broer die, uh, is Jehovas getuige. Okay. Ik heb een broer die nogal wat jaren van mij verschilt. Okay. En uh, we deelden heel veel dingen samen. We, een van de dingen die we dan samen deelden was Bijbelkennis. Okay. Mm -hmm. Ik zo jong als ik ook was, toen heel vreemd. We hebben misschien één, één ding gemeenschappelijk, mm -hmm. is dat ook het geloof in God toen bij mij aan het wegebben was. Oh. Ja, vanwege haat en criminaliteit, de wereld. U weet, de jaren 60 toen met de hippiebeweging mm. en dergelijke dingen. Die trokken je aandacht. Mm. Dus zo jong als ik was, zat ik over die vraagstukken na te denken. Mm -hmm. En het kwam, net als bij meneer Wessels, ook bij mij op de juiste tijd. Ja, ja, ja. Oh, oh, dus. Nu bent u beide overtuigd, Jehova's getuige. En u kunt dus getuigen over Jehova. Dat klopt, u zegt het heel goed. Dat zijn wij. We zijn getuigen van Jehova. En Jehova is de schepper, de Almachtige. En wij zijn christenen. En we geloven ook in Jezus Christus. Ja. Ja. Maar u weet, Suriname kent verschillende geloofsovertuigingen. En sommige andere overtuigingen die zeggen: nee hoor, ik moet niks van Jehovas getuigen hebben. Want die denken anders, die denken vreemd. Hoe gaat u daarmee om? Oh, we respecteren ieders mening. Uh, net zoals ik misschien van iemand anders zou kunnen denken dat hij ook vreemd redeneert of denkt. Uh, we respecteren die mening van mensen en uh, het hangt er af welke vragen zij hebben. We staan altijd open om met hen te praten. Trouwens, het congres dat we hebben, Liefde valt nooit, uh, is gericht op alle mensen, zonder onderscheid des persoon, wat je bent, wat je religieuze achtergrond ook mag zijn. Je bent van harte welkom op dat congres. Meneer Groenewoud wil direct naar het congres, maar we gaan nog even naar meneer Wesselsman. Uh, is het ooit voorgekomen dat iemand u uh, eigenlijk om uw geloofsovertuiging niet correct heeft behandeld? Um, dat is een moeilijke vraag om um, uh, direct daar ja of nee op te antwoorden. Ik kan u wel aangeven dat er soms situaties ontstaan waarin uh, mensen mijn standpunt niet begrijpen. Mm -hmm. En dan proberen we aan de hand van de Bijbel het standpunt uit te leggen wat wij innemen. En we proberen het nooit persoonlijk te laten komen, want wij, u zei het zo net, we zijn getuigen van Jehovah. Dus we proberen geen persoonlijke feiten te gaan uitvechten met meningsverschillen. Onze bron van waarheid is de Bijbel. En we hanteren bij alle antwoorden die we geven op geloofsvragen, proberen we de Bijbel erbij te halen. En samen met de persoon die de vraag stelt, dat door te nemen. En dan te kijken van wat zegt dit gedeelte van de Bijbel. Haal halen andere gedeelten erbij en dan breng je het bij elkaar. En dan proberen we op die manier onze mening uit te leggen. Maar meningen verschillen en sommige mensen hebben een manier van uit te leggen. Uiten van meningsverschillen, dat ze fel zijn. Ja. En Anders zijn we weer vriendelijker. Maar uh, Jehovah helpt ons om met zijn geest en met de, het woord om uh, mensen van repliek te dienen. Ja. Nou. Dan gaan we inderdaad naar het congres. Congresdatum van uh, Jehovah, het liefde valt nooit, is eigenlijk sinds vrijdag 23 augustus begonnen. En de laatste is op vrijdag 27 september. En nu uh, bent u hier om te praten over het congres, terwijl er nu twee laatste zijn. Waarom nu pas? Ja, omdat we nu pas die uitnodiging <laughs> van mevrouw Bovetius hebben gehad. <laughs> maar we zijn, we zijn dankbaar dat we er kunnen zijn. Uh, omdat we. Kijk, waar, waar het bij ons om gaat, is dat we graag een spreiding hebben over de verschillende talen. Okay. En dat heeft gemaakt dat we dus nu pas hier zijn. Uh, we hebben dus gehad zondag, afgelopen zondag, hebben wij gehad uh, het slotdeel van het Nederlands gedeelte. En uh, daarvoor hebben we nog zelfs gehad in het Saramakaans, in het Alkaans hebben we gehad. We zijn zelfs naar de Marowijne rivier geweest, de Gakaba, waar we, waar we op één dag zelfs bijna duizend mensen hebben gehad. Over de drie dagen, want het is een congres dat gehouden wordt over vrijdag, zaterdag en zondag, steeds in het week, weekende. Als je Kakaba zou tellen, zo'n klein dorpje aan de Marowijne rivier... dan hadden we ruim 2700 mensen voor die drie dagen. U kunt zich dus voorstellen, het was een waar evenement. Afgelopen weekend hadden we over de vloer aan de tweede rijweg... meer dan uh, 5000 mensen over die drie dagen. Dus het heeft aandacht van de mensen. Dus... Uh, Waarom we er nu zijn, is omdat we aanstaande vrijdag, mm -hmm. uh, beginnen wij met dit congres in het oh. Ja, En in het Sranantongel, mag ik even spieken, omdat ik het niet zo, uh, zal het thema zijn Lobby Noikeba Noiti. Mm -hmm. Terwijl het in het Nederlands is Liefde valt nooit hè? Ja. En ik zie dat uh, uh, het thema bij de verschillende andere locaties en de andere dagen ook vertaald is. Hein, meneer Wessels, bij, in die Samakatongo, gaat u Samakatongo opzetten? Um, 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 Samakatongo is een vreemde taal. Ja. Voor mij zeker een vreemde taal. Uh, lobby anakaba amun do Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken, terwijl ik bijna zeker weet dat het niet zo is. Maar de strekking. Uh, is liefde valt nooit. En uh, ik zie het woord mundo in voorkomen en dat mm -hmm. betekent wereld. Dus de, de liefde zal nooit falen in deze wereld. Ja. Ja. En, en in Okanisitongo? Okanisitongo. Occanische tongen. Uh, mm. ja. Dat is bijna duidelijk meteen. Ja. Hè? Ja. Ja. Maar zo zie je altijd het woord LLL. Liefde, lobby, love. Altijd. Dat, ja, dat ja, is het, hè? Ja, ja, <laughs> in verschillende ja, talen. Ja, Toch ja, komt het ja. bijna altijd op hetzelfde ja. neer. Oké, okay, maar dit congres, liefde valt nooit. Wat wordt er aan de mensen meegegeven? Oké, okay, dus waar het om gaat inhoudelijk, is dat wij we leven in een wereld met haat. U had het over discriminatie, was de vraag die u stelde aan meneer ja. Wessels. Ja. En, uh, we leven in een wereld met haat, discriminatie, met ellebogen. Uh, jongeren die groeien ongewild op in een samenleving waarin er geen respect is naar anderen toe. Ze, ze worden geconfronteerd met ja, beelden soms op social media. Ik weet, de politie heeft nog vaak hierover gesproken. Uh, Wel, wij willen mensen handvaten gaan aanreiken, behoorlijke handvaten die op de Bijbel geschoeid zijn. En die dan zullen laten zien hoe mensen zelfs met chronische ziektes, met uh, problemen, maatschappelijke problemen, moeilijke jeugd, moeilijke omgeving, toch nog liefde kunnen ervaren en liefde kunnen gaan ontwikkelen. En dat is daar waar wij voornamelijk de aandacht op vestig, gevestigd hebben de afgelopen weken, maar ook nu nog de komende twee weken zullen we dat in het strand aan tongen doen. Okay. En dan is het zo dat uh, het is een driedaags congres is. Dus vrijdag, zaterdag, zondag. En op elke dag worden er andere zaken behandeld? Of het thema wordt op een andere manier behandeld? Ja, zo hebben we, voor iedere dag hebben we een speciaal thema. De vrijdag heeft als thema: Jullie hebben van, de, van God geleerd elkaar lief te hebben. Op die dag gaan we na: wat heeft God ons eigenlijk geleerd over liefde? Hoe kan je liefde toepassen? In welke omstandigheden leef je? De tweede dag, dus de zaterdag, heeft als thema: bewandel de weg van de liefde. Daar krijgen we voorbeelden aan de hand van filmpjes, video's, interviews. op welke manier er nu nog in deze wereld liefde wordt getoond aan anderen, aan je naasten. En de zondag, de laatste dag, is: blijf in Gods liefde. Als je het eenmaal hebt geleerd van God. als je de voorbeelden hebt gezien hoe je dat moet toepassen. dan wordt de zondag besloten. Eigenlijk met een openbare lezing waar staat: waar vind je echte liefde in deze wereld vol haat? Mm. Dus dan leer je het ook toepassen, hoe je de liefde kan toepassen. Ja. Is het in, in, gaat het in dit geval om uh, um, interactieve zaken of zitten mensen daar en nemen ze de kennis tot zich? Het is interactief. We hebben dus uh, filmpjes, uh, ruim, dacht ik, tegen een stuk of. 45 filmpjes die er zijn. Zelfs so, meer. Ja. Oh, okay. ja. okay. En, en wat, wat, wat die filmpjes zijn eigenlijk een beetje promo, voorbeelden. Ja, die zijn dus voorbeelden, maar ook lessons learned oh. uit de Bijbel. Okay. Die worden ook uh, aangehaald of vertoond. En uh, we hebben zelfs een, een film over een koning, een jonge koning, Josia. Uh, die in een heel moeilijke omgeving opgroeide. Ja, zo jong als hij was, uh, was hij heel moeilijk in een moeilijke omgeving. Maar gaandeweg leerde hij liefdevolle daden te gaan ontwikkelen. En dat is een theaterfilm opgenomen. En die uh, dan wordt vertoond over zaterdag, op zaterdag, sorry. En dan op zondagmiddag wordt dat vertoond. En in dit congres, is het voor mannen en vrouwen of voor het hele gezin? Het is voor iedereen. Het is voor mannen, vrouwen, kinderen, hoe klein ze ook zijn. Ook al hebben ze soms uh, geven ze blijk van hun aanwezigheid door op het moment geluiden te maken, maar ze zijn er, want uh, Jehovah nodigt ons allemaal uit. Er is geen onderscheid tussen man, vrouw, kind, wie dan ook. O, er zijn speciale vakken voor oudere mensen die moeilijk uh, te horen zijn. We hadden op het afgelopen congres hadden we zelfs een, uh, een afdeling van uh, gehoorgestoorden. Er wordt alles wat wordt gebracht, wordt vertaald in Surinaamse gebarentaal. De week daarvoor hadden we Sarnami, Hindi, dus verschillende taalgroepen betrekken we er ook bij. Dus uh, iedereen is welkom. Op het laatste congres, als je Saranantongen verstaat, ben je ook welkom. Want afgelopen uh, zaterdag, vrijdag zijn we begonnen met het Saranantongen. En we gaan het volgende weekend ook nog ermee door. Want ja. ze zeggen, Saranantongen is een moeilijke taal. Wordt alles echt in het Saranantongen gedaan? Alles. We hebben zelfs ook lectuur. Ja. We hebben lectuur in het Surinaams, in het Saranantongen hebben wij dat. En het hele congres is echt... In het Saranatongo. Het is dus niet als wanneer je mensen soms hoort praten dat ze in het Sranatonga beginnen en dan en dan een paar gewichtige woorden mm. uiten die dan de echte Saranatongo sprekende mensen niet zeggen. Maar echt, we spreken daar Saranatongo. Ja, dus dus dat geeft ja. u me een voorbeeld. Uh, tak los losgaan in het Saranatongo, des is maar het kon komen. Wel, hoe het kan bikasi if den je een kondraad Fadekang leri, fadekang si lobby na ina ala de libi And eh ook sa a bible is sorry valibisma kang grokon ina sorry libi gimakandra in sana bible les rana bible is rana na bible a to Fugado. Ja, uh, yeah. maar, maar, maar zijn het uh, alleen Surinaamse sprekers? Want Is het een regionaal congres of uh, lokaal? We hebben dus uh, over de afgelopen weken hebben we ook buitenlanders gehad. Mm. Uh, op het uh, Saranatonga-congres, uh, of laat me het anders zeggen, het Saramakaans congres en het Alkaans congres hadden we sprekers uit Frans-Guyana. Oh. Ja. Mm -hmm. En uh, ik weet nog niet precies uit het hoofd of wij hier uitsluitend Sranatonga-sprekers zullen hebben. Maar we hebben gastsprekers gehad de afgelopen weken. En zeker zullen wij in het Sranatonga de mensen toespreken. Volledig. Volledig. Ja. En na afloop van dit congres, wat, wat, dan? wat is er een follow-up? Wat moet er dan gebeuren? Um, je moet erover gaan mediteren wat je hebt geleerd. Mm. Erover nadenken. Maar omdat er zoveel mensen aanwezig zijn, is het voor de getuigen, is er werk aan de winkel. Want mensen hebben belangstelling getoond en we willen die belangstelling die ze tonen, willen we verder gaan uitbouwen. Dus we gaan bezoekjes bij ze brengen, mensen die je hebt uitgenodigd en die zijn gekomen, dan brengen we bezoekjes bij en we proberen samen met hun de Bijbel te bestuderen zodat ze later zelf ook uh, een getuige van Jehovah kunnen worden. Ja, 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 dus uh, jullie zeggen niet: je komt naar het congres, je heeft veel bijgehad en daarna gaat u weg eens afgelopen. Oh nee, nee. Uh, vaker ook nog: uw kende tijdschriften Wachtoren en Ontwaak, zijn tijdschriften van Jehovah's getuigen. En dan maanden, weken na dat congres, kreeg je dan uh, uittreksels van wat we in de uh, congressen hebben gehad. En die worden dan in de lokale koninkrijkzalen van Jehova's getuigen later besproken. Met zaaldeelname, waar dus mensen hun antwoorden, hun meningen kunnen geven. En dan krijg je dan op die basis krijg je dan een evaluatie van het congres. Hoe, hoe groot is de uh, gemeenschap van Jehova's getuigen? Zijn er veel? Wel, uh, misschien is dit een vraag voor meneer Wessels. Ja, ja. Nou, um, er zijn... Um... 3000 actieve Jehova's getuigen. Maar als je naar het aantal bezoekers kijkt van de congressen, dan zie je dat er heel veel meer mensen zijn die belangstelling hebben. Waarom zeggen we 3000? Want wij rekenen iemand tot een Jehova's getuige als hij iedere maand gaat prediken. Dus je kan gedoopt zijn, maar je predikt niet, dan Wordt je niet gerekend tot die actieve groep van getuigen? Dus als we zeggen we hebben 3000 Jehovahs getuigen in Suriname, dan zijn het 3000 mensen die iedere week, iedere maand van huis tot huis gaan en het woord van God brengen bij de mensen. En de andere mensen, die moeten nog over de streep gehaald worden. Um, zo zou ik het niet zeggen. <laughs> om te gaan prediken. Ja, we, we willen ze helpen om Jehova beter te leren kennen. Zodat ze uit zichzelf gaan zeggen van, niemand trekt me. Het is Jehova die me trekt. Maar nu voel ik van, hey, nu moet ik het ook gaan doen. Dus uh, we laten het aan hun beslissing over wat ze doen. Ja. Dus uh, op uh, vrijdag 20 september, dus vrijdag aanstaande, tot en met zondag, uh, is dus de voorlaatste uh, dag activiteit hè, in verband met dit congres. Wat zegt u nog tegen de mensen? Ik wil ze bij deze, vooral de strandatongen sprekende mensen, mm. en Kardenkong naar het congres, zodat de kan arki fa lobby nekaba nooit mm. En in srana ngwab lobby van oudu. Alle precies lobby van oudu. Alle srana ngwab. In srana ngwab. En srana ngwab. Tonga oh, Dus dat ah. na heel grond tapu. Yeah. Maar uh, die liefde die hier besproken wordt, is anders dan de love van de, van de liedjes. Hè? Yeah. En van de love, wanneer iemand een bal yeah. scoort, dan maim ik zo. Het is echt ah. uh, liefde gebaseerd op beginselen zodat je leert wat die beginselen zijn, zodat je het ook kan toepassen voor iedereen die je tegenkomt. Oh, dus, dus, dus liefde moet anders bekeken worden. Ook vanuit de regering moet er liefde getoond worden naar het volk en vanuit mensen naar anderen. Yes. Heb ik het goed? Het is een universele daad. Mm -hmm. Kijk, de Bijbel zegt God is liefde. Mm -hmm. Wat Hij van ons verwacht is dat we. Niet... Dus uh, het, het is, en de mens zegt de Bijbel, wordt is beeld gemaakt. Nee. Dus met andere woorden, maakt niet uit wie je bent. Ja. Als het nou de president is, of een normale arbeider, het maakt niet uit. Nee. Liefde is iets wat voor de mens noodzakelijk is. willen we gedijen. Nee, en voor alle duidelijkheid, ook mensen met een andere geloofsovertuiging mogen uh, participeren? Het is een openbare... Gelegenheid. Wie wil, mag komen. Maakt niet uit welke achtergrond je hebt, welke taal je spreekt. Je ziet, we hebben het in acht talen hoor, gehad in Suriname. Ja. En wat je ook gelooft, ik geloofde vroeger absoluut niet in Jehovah's Getuigen. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd geraakt dat dat goed is. Dus iedereen is van harte welkom. Ja. Heren. En, het, en het, is het is gratis. En er worden geen collecties gehouden. En er, no. Mensen komen alleen maar, worden gevuld met liefde. Gevoed. Ze worden gevoed, 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 ja. gevoed. Nou, heren, heel veel succes. Dankjewel. En uh, ik denk dat de mensen zeker zullen participeren, want het klinkt heel interessant. Ja, dat is ook gebeurd als we nu gaan tellen de totale zitten we al zeker boven de 15.000 so. mensen die dus over de vloer in de weekenden zijn gekomen. Dus de twee weekenden die resten, die moeten het waarschijnlijk optrekken naar 20.000. Ja, 20. <laughs> Their goal is set voor 20.000. En daar is niks mis mee, Want Met z'n allen hebben we liefde nodig. Dus dat was dan het eind van dit gedeelte van een gesprek met. Waar ik heb gesproken met de heren Just Groenewoud en de heer Arthur Wessels over het congres van de Jovas-getuigen. Dat uh, deze twee laatste uh, vanaf weekenden gehouden zal worden. Vrijdag 20 tot zondag 22 september. En vrijdag 27 tot zondag 29 september. Uh, aan de Tweede Rijweg. Hè? Ja. En dat is... Uh, naast Telenzuur. Oh, vlak naast ons daar. Naast Telenzuur Tweede Rijweg. U hebt het gehoord. Iedereen is van harte welkom. Ga en neem wat liefde mee. En deel het met anderen. Maar gaat u niet weg? Ik ben er straks met een ander onderwerp.